Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chefvoetbal voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pinse D. Ja, het is zo'n succes geweest, de podcast van afgelopen vrijdag, dat we gewoon met z'n tweeën doorgaan. Ja, ik denk dat er is wel gebak, maar weer niet. Nee. Mandy van der Wal, luister je? Hallo. Ja, Hallo? Ja, wie weet volgende keer ja, wanneer verdienen we gebak dan eigenlijk? Nou, als we inhoudelijk een goede ja. podcast maken, want daar gaat het uiteindelijk om toch? Ik, ik vind, ik heb het al meer dan honderd keer met jou volgehouden. Ik verdien ja, dat... <laughs> elke keer. Ja, dat, dat, dat vraagt om een uh, Porsche kibbeling in elk geval. Nou ja, wie weet als het nieuwe seizoen begint dat we dan het ook kunnen inluiden op een feestelijke wijze? Misschien een keer een podcast opnemen in, uh, in de Kroeg in Op of zo. Ja, dat lijkt me ook. Is dat een leuk idee? Ja, zeker. Moeten eigenlijk even een momentje pakken. Oudejaarsspecial kan ook allemaal. Dat kan in het wapen van heel Maar café de ster bij het Centraal Station in Amsterdam. Dan trekken we het even iets breder. Dat zou ja. ook kunnen. We kunnen ook allemaal dingen bedenken waarvan we weten dat Valentijn Tedrice er toch geen zin in heeft. En dat je een soort roadtrip door... Uh, Dinsdag, uh, volgende week vrijdag staan we in Groningen. Maar mag hij nog komen met ja, deze luistercijfers? Ja, hij maar hij mag, hij mag altijd komen. Hij mag okay, altijd okay. komen. Um, nou ja, veel te bespreken weer. Hè. Hoeveel kan er gebeuren in een, uh, in een weekend? Um, Xavier Simons, laten we dat eerst even benoemen. Ook dat we gaan we beginnen over Alcaraz. Kan ook. Maar wat een geweldige wedstrijd. Ja, dat is sensationeel hè. Djokovic van de troon gestoten. Ja. Wisseling van de wacht. Knap dat is Spanjaard. Een normaal geffel bijt het zo goed doet op ja. Ik had nou ja. Contact met onze collega Tijmer Lensing. die over tennis schrijft. Ja. Die, het was echt smullen ja. zondagmiddag. Nou ja, we dachten van Wout Poels ook hè. Heel knap ook. Ook uh, ja. fantastisch. Ja, ja. Heel emotioneel voor hem natuurlijk. met zijn overleden ik, teamgenoot uh, eerder. Zeker. Ik de drie keer met mijn ogen. en ik had de finish gemist. Maar uh, dat was niet helemaal goed uh, in beeld gebracht. Nee. Maar fantastisch ook uh, Wout Poels. Heel mooi Want in deze 36 volgens mij inmiddels al uh, Wout Poels. En uh, zeer emotioneel was hij uh, voor de camera bij Hancock. Zag ik. De, de oudste aflogen. Nederlandse toerwinnaar ooit. Ja, dat weet de ik ook zeker. Is, de is dat zo? Etappe Oké, oké. Okay, okay. Nou hartstikke mooi. Veel Nederlands succes dus. Xavi Simons. Ja, in Eindhoven zullen ze in uh, mineurstemming zijn. Want ze hebben natuurlijk toch lang gehoopt dat ze Simons zouden kunnen behouden in Eindhoven in ieder geval nog een seizoen. Nou, dat ben ik ook wel een beetje stemming Als je ziet dat bij alle vijfde clubs, bij Feyenoord Kuxu weg, bij Ajax iets weg, bij AZ gaat de dus weg. Nou ja, Kerk is ook weg. Bornmef, hè? Schijnt. Ja, als je ziet uh, bij Twente, Václav Cerny, ja, de Eredivisie, divisie uh, zullen ongetwijfeld weer goede spelers terugkomen. Maar we raken wel een heleboel heel bepalende spelers kwijt. En dat vind ik echt dood en doodsom. Ja, ik zag een reconstructie ook van uh, Jeroen Kapteins bij ons in de krant staan. Ja, waar is dat dan eigenlijk misgegaan? Um, Ruud van Nistelrooy had schijnbaar een hele goede <coughs> connectie met uh, Xaver Simons. Ja. Waardoor hij ook naar Nederland is gekomen. Zeker. En ik, ik moet zeggen, ik vind het ook wel heel erg naïef van PSV. Dat ze echt in de veronderstelling zijn geweest. dat hij wel zou blijven. Je weet hoe het werkt in het internationale voetbal. En. Ik heb nog nooit een zak geld in en doelbetwist maken, zei Johan ooit. Maar een zak geld is tegenwoordig wel zo bepalend. Mm. En zeker toen hij van zaakwaarnemer wisselde. En dat moet ik collega Jeroen Kapteins ook nageven. Hij was een roepende in de woestijn, maar die zei eigenlijk direct: van ja, het is heel reëel dat hij gewoon weggaat. En op een gegeven moment verschenen er elders allerlei ronkende verhalen. Dit zijn de redenen waarom PSV hele goede hoop heeft dat hij blijft. Ja. ja, raad je de, de koekoek dat hij toch weg was? Ja, hij is van het kamp uh, Rayola naar uh, die Dien gegaan. Hè? De, toen uh, leek het nog even dat Arsenal wellicht een uh, reële optie zou kunnen zijn. Zeker. En uh, ja, er, er zijn meer redenen. Jeroen schreef ook dat uh, Xavi, die heeft zijn eigen voedingsdeskundige... zijn eigen personal trainer, zijn eigen mental coach. Voor zo'n jonge jongen, ja, die leeft voor de sport. Die doet alles voor de sport. En bij PSV was de cultuur vorig jaar toch zo... dat hij zich daar enorm aan gestoord heeft. Dan gaat vervolgens Ruud van Nistelrooy ook weg. Ja, dat was wel echt zijn vertrouweling. Hmm. En ja, dat speelt allemaal mee, denk ik. Maar vooral het geld dat hij kan verdienen. Dat heeft denk ik uiteindelijk wel de doorslag gegeven. Maar ik vind het wel dood en doodzonde voor de eredivisie. Voor voor de, ja, is er zicht op hoe dat nou financieel uh, zit? Want er zijn natuurlijk heel veel bedragen in de media verschenen. Ja, ik vind dat, dat moet PSV en ook de communicatieafdeling... zich wel heel erg af, aanrekenen. In, in feite ook Sean de Jong. Natuurlijk de vorige technische man die hier zat... In eerste instantie was er geen enkele clausule. Toen was er een clausule van 12 miljoen. Toen was er een clausule waaruit... Ja, toen bleek dat het 6 miljoen was. Ja, vandaag maakt Lekie bekend dat het inderdaad 6 miljoen is geweest. Maar dat er ook gewoon nog 2 miljoen naar Xavi Simons gaat. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg pijnlijk. Want dan heeft Xavi PSV gewoon geld gekost. PSV houdt er 4 miljoen aan over. Nou, na belastingen is dat 2 miljoen. En ik denk dat het salaris van Xavi wel meer dan 2 miljoen is geweest. Dus... Xavi is van ontzettend veel waarde geweest voor PSV. Hè? En mede door hem spelen ze ook voor de Champions League. Dus als PSV de Champions League ingaat, dan kun je zeggen van ja, het is het meer dan waard geweest. Maar deze hele transfer en vooral de communicatie daaromheen verdient natuurlijk niet mm. de schoonheidsprijs. En Leipzig is dan de club die nadrukkelijk wordt genoemd. Uh, Simons is natuurlijk op social media heel actief. Uh, we nemen dit op op maandagochtend, ik geloof ik, die om twee uur iets bekend uh, gaat maken. Leipzig is natuurlijk wel een hele mooie club ook voor uh, jonge spelers. Als je daar in de basis staat om je dan door te ontwikkelen. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook het pijnlijke. Want Jeroen had de redenen waarom het kwartje net de verkeerde kant op viel voor PSV. En een van de redenen is natuurlijk ook dat Leipzig gegarandeerd Champions League speelt. Ja. En PSV dat nog maar zien te redden. En die jongen wil gewoon Champions League spelen. Hij zit bij het Nederlands elftal. hoort van al zijn ploegenoten bij Oranje. <gacht> Hoe mooi dat is om in de Champions League te spelen. Dus ik begrijp dat wel. De Bundesliga staat natuurlijk ook gewoon wat hoger aangeschreven dan de eredivisie. Robbie zat ook bij Leipzig, toch? Die maakte daar weinig minuten. Dus wat dat betreft is dat ja. niet een zekerheidje. Maar die kwam als, baas, of als reserve speler van Ajax naar Leipzig. En Xavi heeft natuurlijk gewoon laten zien dat hij afgelopen seizoen de beste speler van de eredivisie was. Voor Peter Bos, ik zag trouwens, Veerman wordt natuurlijk ook veel besproken en ook wel geroemd hier in de podcast. Die krijgt een beetje een nieuwe positie zo lijkt het bij PSV. Iets meer ja, naar achter. Op basis van de eerste oefenwedstrijd uh, wel. Was hij uh, controleur op het middenveld. En hij kreeg de aanvoerdersband. En dat is toch wel uh, heel erg mooi voor een speler. Die in de plannen van Ruud van Nistelrooy niet altijd voorkwam. Sterker nog, voor de winterstop gewoon lang niet alles speelde. Dus Joey Vimman, ja, die, die moet de kar gaan trekken bij PSV. Ja, en PSV dus nu uh, nou ja, op zoek naar een vervanger wellicht van uh, Xavier Simons. Benieuwd hoe dat dan weer verder gaat. De ketenlagen wordt genoemd. Ja, inderdaad. Je ja, bij AC Milan uh, uh, niet zo'n goed seizoen gehad. Maar daarvoor extreem goed bij Club Brugge. Ja, wel ver boven de marktwaarde verkocht. Voor 35 miljoen destijds aan, uh, aan AC Milan. Dus ja, ik vraag me af. Ja, je kan een hele flauw grap maken. Misschien moeten ze... Zeg maar een clausule opne opnemen Ik het contract ja. van de ketelaren. Nee, maar dat zijn natuurlijk hele moeilijke transfers voor clubs als PSV. Zeker als die jongen, en dat kan een onderdeel van het spel zijn... maar die schijnt op maandagochtend aangegeven te hebben... dat hij in principe voor zijn kans wil gaan bij AC Milan. Hmm. Dus dat zal ja, hoog uit huur worden. En PSV moet zich dan wel afvragen, want ik zag ook een filmpje voorbij komen... met onze vriend van de show, uh, Aad de Mos, die we hadden kunnen bellen. Alleen die komt pas om twaalf uur, dus dat doen we een volgende keer. Oké, okay. heel goed. Maar Aad zegt ook van, ja weet je, het is leuk, Savi Simons nu een jaartje gehad hebben, hetzelfde geldt voor Waite. Ja, je maakt spelers sterker voor andere clubs, dus je kunt de ketelaren huren, maar dan moet je wel een optie tot koop hebben mm. en een reële optie tot koop. Want ja, anders is het leuk, dan speelt hij hier de pannen van het dak en zegt ja. AZ Milan, nou kom maar terug. Maar PSV heeft natuurlijk wel een uh, mooie historie als het om Belgische spelers gaat. Ik denk aan uh, Luc Niels, Grijze. Ja, zijn natuurlijk Timmy uh, uh, Simons, uh, Erik Gerrits ja dat dacht je niet gelijk aan denk ik Tim. nee 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 Tim misschien dacht ik niet er gelijk aan nee. ja, Dat kan me wel voorstellen maar wat dat betreft is dat misschien een aantrekkelijke optie voor, uh, voor PSV gaan we allemaal afwachten uh, laten we even naar de stellingen gaan ja inderdaad ja. ja die noemde ik net ja hebben we er nog een oh, oh of je in de microfoon uh, wil praten maar het schijnt in. als je zacht praat ja dan straal je een enorme autoriteit uit moet je niet stotteren dat helpt dan ook uh, we, we, wel <laughs> nee. dus trouwens in de, in de arena uh, speelden ze wel te stegen van het dak hè uh, hey? Afloopweekend. Coldplay, hè? Ja, om ja, zo eens een ja, keer meemaken. Hij is van het dak. Hij is nog. Wel, publiek. Dat is nog wel aardig. Dat uh, publiek eindelijk op de bank. Ja. <laughs> maar dat is voor Ajax wel een groot probleem. Want Ajax speelt dinsdag tegen, tegen Shakhtar Donetsk. Ja. En Ajax speelt weer op veld 5 van de toekomst. En dat komt omdat in het Olympisch stadion is de Amsterdamse zomer. En in de arena was Coldplay. En tegenwoordig is het wel een probleem, dat hebben we hier volgens mij ook wel een keer besproken. Dat oefenwedstrijden voor zulke grote clubs. Ja, geen burgemeester wil daar zijn vingers aan branden. Dus dan uh, speel je op vijf, veld vijf aan de toekomst uh, zonder ja. pers en met een paar genodigden. Het is eigenlijk te sneuvel worden. Moet ik ja, zeggen. bizar eigenlijk. Uh, Heijn zert nog een uh, grapje. Producer Heijn. Heinz is, He, is wat al anders gezegd? dan een fluitconcert. Hoe was de open dag uh, van Feyenoord, uh, Hein? Vanaf de televisie leuk om te zien. Oh, van de televisie. Volgen. Wat is nou maar uit de helikopter komen? Ja, we weten het natuurlijk wel. Thomas maar, van der Belt. Ja. Bele. Zerookie. Uh, uh, <laughs> ja. En uh, ja. Munte. Minte. Nou, die, die kopje die die, die, die kopje Munte, dat, dat schijnt wel een uh, getalenteerde speler te zijn, hè? Ja, ik ben benieuwd. Gehuurd van uh, Newcastle United. Dus ja. we gaan het zien. Maar ze zat toch niet echt een grote naam in die. Uh, die hele. Nee, nee, maar uh, je moet een broedende Arend niet storen. Oh ja. Nou ja, uitstekend. Dat maar maar die, komen, die komen nog. Heek, collega, andere collega, Jorik Hokke. Yeah. Die was, uh, was bij Feyenoord afgelopen zaterdag tegen Union. sint Gilles. Yes, 0-0. Ja. En daar was Arno Slot. Ik vond hem wel heel erg uitgesproken. Het, het, het klonk een beetje dwingend zo van, uh, nou kom op met die, uh, met die centen. Want we hebben echt nog versterkingen nodig. De verwachtingen waren vorig jaar dat we vierde of vijfde zouden worden. En we werden kampioen. En Adel verplicht, dus ja... Uh, yeah. Hij vindt ook dat Feyenoord nu echt wel, wel moet doorpakken met, met twee aankopen die, er, die eraan zitten. Ja, en nu komen er twee ingewikkelde namen aan, van spelers die wel degelijk uh, al uh, heel wat hebben betekend internationaal. Ik zet mijn leesbelop op. Ja. Want ik, ik zie je wel uit als 18, maar ik ben 50, uh, Pim. Nou, zou hij zeggen. Nee, dank je. Neem wat te drinken van. Uh, Zakarian en Ivan Usek. Ja. ja, dat schijnen, schijnen echt twee, twee hele goede spelers dat zijn. Alle mensen die je daarover spreekt, die zeggen: ja, als die naar de Eredivisie komen. Dan wordt het verlies van Tadić, uh, Simons en de anderen wel redelijk gecompenseerd. Want dat schijnen echt twee hele goede spelers te zijn. En als je dan zo'n aanvallende speler met heel veel potentie binnen je selectie kan halen als Feyenoord. dan, dan klopt dat team ook meteen weer, uh, weer goed, natuurlijk. valt het mooi in elkaar. Maar laten we even naar de stellingen gaan. Want de eerste over Jiménez vertrekt nog deze zomer bij Feyenoord. Oneens. Wil je, wil je meedoen, Hein? Dat ja, is goed. Nou, oneens. <laughs> Xavier Simons had bij PSV moeten blijven. Oneens. Eens. Met Onana haalt Ten Hag een mondiale topkeeper binnen. Eens. Eens. Onterecht dat Ten Hag McQuire zijn aanvoerdersband afneemt. Zwaar oneens. Ja, zwaar oneens, natuurlijk. <laughs> Eens. En uh, antisemitisme moet net zo hard worden aangepakt als racisme op de tribune. Eens. Eens. Um, ik weet niet of je daar al wat over kan zeggen, Mike. Maar ik kom erop, uh, omdat toevallig, we hadden het er vorige week even, even over. En er kwam ook een, uh, een uh, luistervraag binnen op Twitter. Van een uh, luisteraar die zich nou ja, daarover verbaasde. Uh, van ja, moet je dat antisemitisme niet veel meer benadruk op de stadion? doen? Zo moet je dan ook niet bijvoorbeeld als er twee keer het wordt geroepen... gewoon met z'n allen het veld aflopen en zeggen het is klaar zo. Ja, dat, dat vind ik. Het, het is uh, heel toevallig dat je daarover begint. Uh, dit, we spreken soms wel eens wat door uh, aan de voorkant van de podcast. Dat hebben we nu niet gedaan. Maar er gaat vandaag een delegatie van de KNVB... samen met het VVD-Kamerlid Elian naar Tottenham Hotspur toe... Mm. om te kijken, uh, zeg maar, die supportersgroep die... Uh, Geuzennaam was de Jit-Army. En daar hebben ze in coronatijd een hele grote campagne gehouden om daar van af te komen. En ja, er wordt toch ook wel gekeken hoe Ajax eindelijk een keer van die geuzennaam kan afkomen. Ajax is geen Joodse club. Hij heeft wel veel Joodse leden gehad, maar is geen Joodse club. En de actie van de Ajax-supporters, Joden-Joden, ja, daar roept een reactie op. Dus als je nou eens begint. Als Ajax zijnde om, om daarmee te stoppen? Dat ligt overigens niet bij Ajax. Hè, want uh, Michael van Praag en Uri Coronel hebben daar in het verleden al een keer eerder afstand van genomen. Maar dat ligt echt bij de supporters. Ik denk dat je daar uh, als KVB inderdaad gewoon paal en perk aan moet stellen. Ja. Net zoals de homofobe spreekhoren. Ja, racistische spreekhoren. Ja, gewoon keihard aanpakken. Denk je dat het, uh, dat het haalbaar is? Want, want uh, het, het wordt natuurlijk dan als Geuzenaam uh, genoemd. Zo, uh, en ja, daar krijg je dan ook weer natuurlijk reacties op. Maar ja, het is, het is ja, de, de stadions. Nou ja, je zit er ook weekend. Je, je, je hoort het altijd, overal. Ja, nou ja het is ook bloedirritant. Dus ik, ik hoop dat er een einde aan gemaakt kan worden. Hmm. Alleen ik denk dat dat wel heel moeilijk is. Maar dat is ook de reden van het bezoek van de KVB en Elian uh, aan Engeland. En dat is zeg maar hoe Spurs het heeft aangepakt. En die hebben ook de harde kern erbij betrokken. En dat zul je echt moeten doen om tot een oplossing te komen. Ja, dus in overleg met de harde kern kijken of er andere ja, liederen kunnen worden gezongen. Ja, Mede of... verantwoordelijk maken en ook blijven uitleggen waarom dit voor een heleboel mensen zo ontzettend gevoelig is. Ja, nou ik ben benieuwd of dat wat, uh, wat gaat opleveren. Maar in ieder geval wat jou betreft uh, duidelijk antisemitische spreekkoren net zo hard aanpakken... als, als uitingen, andere uitingen van uh, racisme. Ja, ik, ik blijf het heel gek vinden. Ik, ik snap het door, maar als je dan... Uh, en dat is gelukkig komend seizoen niet meer zo... maar als je staakt voor één plastic bekertje op het veld... en je laat uh, antisemitisme, homofobie en racisme... Ja. laat je wel gewoon vrolijk doorgaan vanaf de tri tribunes. Ja, ik vind dat knettergek. Ja, nou, Wessie Snijder. Zeker. Ja. Wel ver, ja, verrassend of niet verrassend. Ja. Ik heb hem bij Den Bos gehoord. Ik heb hem overal voorbij horen komen. Dat die club zich ging redden en betrokken zou raken. Ja, er zijn meerdere gesprekken geweest. En aanvankelijk was het de bedoeling om dat nog heel even uit de publiciteit uh, te houden. Ik, ik wist het al iets langer. Maar Wesley Snijders, zijn moeder is net overleden. Ja. En je weet ook dat zo'n bericht toch wel wat uh, ja, vervelende reacties ook oproept. Dus het was niet de bedoeling tot het dreigt uit te lekken gisteren. Want daar kreeg ik een tip over. En toen hebben we het toch maar gebracht als, uh, als eerste. Ja... Wesley Sneijder wil heel graag iets doen voor Ajax. In het verleden is het natuurlijk wel het akkefietje geweest. Hij deed iets voor Utrecht. Ja. Uh, ja. Reo over de A2. W Wat was het ook alweer? Ja, dat was een beetje plaaggericht naar de Ajax supporters toe. Dat riep wel heel veel reacties op. Dus het ligt allemaal een beetje gevoelig. En dat, dat zie je ook nu wel in de reacties. Maar de boodschap dat oud voetballers bij de club moeten worden betrokken. wordt in ieder geval opgepakt. Maduro zit nu bij de eerste elftal. Emmanuel Son wordt waarschijnlijk de assistent ja. bij het tweede elftal. Ja, ik, ik weet niet of dat. Allemaal de supergrote boegbeelden zijn. Maar Wesley Snijder is dat als record international natuurlijk wel. Ja, en ja. ik vind het wel heel hoopgevend. Hij is ooit gestopt met zijn trainerscursus. Omdat het allemaal te veel werd. En het was ook heel lastig uitvoerbaar. Want dan stond hij training te geven voor zijn cursus bij een of andere amateurclub. En dan stonden er 600 kinderen om een handtekening te vragen van Wesley Snijder. Dus dat ging allemaal niet zo soepel als, als gedacht. Maar als dat inhoudt dat hij ook zijn trainerscursus weer gaat oppakken. dat zou alleen maar mooi zijn, denk ik. Ja, ik zit even terug te kijken. zonder dat nou te benadrukken. Hij reed op de A2 naar Utrecht of zo. Utrecht, mijn stadje. Oh, dat was het jaar. Dat zette toen zeer veel kwaad bloed in Amsterdam. Maar wat ik me wel afvraag. Weet je, Snijder is natuurlijk toch wel. ja, heeft heel veel verschillende dingen gedaan. nadat hij zijn actieve loopbaan heeft beëindigd. Is dat dan iemand die Ajax inhoudelijk ook uh, verder kan brengen? Denk je. Ja, hij, hij is analist. Ik, kijk, ik bedoel. Ja, daar moet je ook je weg een beetje in vinden. Maar kijk, Westing Snyder heeft wel in de halve finale van het WK in Brazilië gestaan. En in de finale van het WK in, in Zuid-Afrika. Het is natuurlijk iemand. Kijk, op welke manier ook. Ik, ik weet toen Marcel Keizer trainer van jong Ajax was. en hij tegen assistent. Op een gegeven moment heb je als trainer alles wel een keer gezegd tijdens het seizoen. En dan moet je dus spelers als Snyder hun verhalen laten vertellen. over de spanning voor een WK-finale. Gewoon mooie anekdotes. Misschien moet Rolof Hemmer een keer bij ze langs. Ja. Maar dat zijn wel dingen waarmee je spelers kunt raken. Dus gewoon echte voetballers in je kleedkamer. Kijk, technisch-tactisch, daar valt echt nog wel een en ander op aan te merken, denk ik. Om het uit te leggen. Kijk, uit te voeren in het veld, dat kon Sneijder als de beste. Maar om het uit te leggen, dat is gewoon goed. Paard is nog geen. Zij komen er ooit over, volgens mij. Maar ik denk dat je dat soort mensen altijd bij je club moet, moet proberen te betrekken. In welke rol dan ook. Ja, want hij zou dan wel in de technische staf onder Stijn ergens komen. Is dat is nog zeer de vraag. Maar Stijn staat daar wel voor open. Dus hij zou dan als extra assistent, misschien een beetje in de rol van Richard Witsche. Oh ja. die, die loopt daar ook rond. Ja. Kunnen, kunnen worden, worden toegevoegd. Maar dat, dat moet nog nader ingevuld worden. En dat zal pas na de begrafenis van, van zijn moeder gebeuren. Ja. Dat de gesprekken verder gaan. Met Van der Sar overigens gaat het wat beter lijkt. Hè? Die is in Nederland ja, nu Dus ja. dat, is, dat is goed nieuws. Hopen dat hij verder kan herstellen. Ja, bij Ajax is ongelooflijk veel gebeurd. Je schreef ook nog afgelopen weekend natuurlijk een verhaal online. Volgens mij is dat maandag nu in de krant verschenen. Hè? Over uh, Soutalo. 23-jarige rechtsbenige verdediger centraal van Dynamo Zagreb. Ja, speler van het Kroatische elftal. Dat ook in de halve finale van de Final Four stond. Daar heb ik ook wat belletjes over gepleegd. Met, met mensen... Die, die bekend zijn met het internationale voetbal. Ja, die zijn zeer gecharmeerd van hem. Die vinden het echt een enorme aanwezigheid voor Ajax. Als hij zou komen. Kijk, hij heeft wel grote schoenen te vullen. Want hij moet, uh, moet Jurrien Timber opvolgen. Maar dat zou uh, echt een keurige vervanging zijn. Ja. Wel een dure vervanging. Er hangt nu nog een prijskaartje van, uh, van 20 miljoen euro om zijn nek. Dat is de vraagprijs van Dynamo Zagreb. Dus misschien kun je daar voor een iets lager bedrag met bonus uh, wel uitkomen. Het... Uh, het bericht had impact, want de volgende dag is uh, Sven Misling dat uh, kwam natuurlijk niet heel goed uit. Want het uh, liefst wil je dat namen niet in de publiciteit komen. Nee. Nou, dat kwam hier wel. En Sven Misling was onderweg naar Zakenheb om gesprekken met de speler en de club te voeren. Oh ja. ja. Nou, kijk of deze onderhandeling dan kans van slagen heeft. Overigens. Oh, -jij, al... Jij ziet alles op social media. Heb je die foto niet gezien van Sven Misling dat op Schiphol? Die heb ik niet gezien, nee. nee, je nee. Zit te veel in je politieke hoek. Ja, ja, zo is het. ja. Je ziet trouwens wel dat sowieso heel veel gekeken wordt naar uh, die uh, Oost-Europese hoek, om het even zo te zeggen. Uh, of spelers ook uh, van de Russische competitie natuurlijk. Dat, dat is blijkbaar dan het nieuwe Scandinavië of het nieuwe Zuid-Amerika. Om spelers nog uh, enigszins voordelig, hoe we je dat dus kunt afvragen weg te halen. Nou ja, je ziet dat je uit die hoek wel hele goede spelers kunt uh, kunnen halen. Daar kan Fijn het ook over meepraten met Hansko. Ja. En ook bijna niemand voordat hij deze kant op kwam. Maar ik denk dat dat vorig jaar ook een van de schoten in de go's was uh, van Feyenoord. Ja, dus grappig dat daar dan met name ook uh, gekeken wordt. Er zijn nog heel veel anderen. Nou, laten we even de keeper-situatie ook. Hè? Want Roelie zou dan weer weg willen. Want hij zou niet aarden in, uh, in Amsterdam. Was daarom Tagliafico langsgekomen om uh, een boottochtje te maken met Roelie over de Amsterdam? Ik, ik denk het, ik denk het. Ja. ja, dat zag ik wel op social media voorbij komen. Maar klopt dat? Ja, bij Ajax weten ze niet beter dan dat hij gewoon blijft. En daar heeft hij ook helemaal niet aangegeven dat hij weg wil. Dus. Dat is een bericht in de Spaanse media. Goed voor 7 nou, ab ja, abonnementen. Nou, daar ja. gaan we weer. 7. Ja. En uh, nee, ik, uh, ik zag ook een naam van een Turkse keeper uh, voorbij komen. Ja, uh... Bayindir is ja. dat denk ik. Ja, daar is geen sprake van. Oké, okay, dus Roelie die blijft vooralsnog gewoon in Amsterdam. Tadic dus uh, naar Fenerbahçe. Dit zijn zulke gevaarlijke vaantallen en Dries-Zuid. Vooralsnog, vooralsnog. Ja, voor ik. ik doe voor een alsnog, disclaimer. Ja, wel. Zeg dat er alsjeblieft voor, want anders word je dit drie keer mee om je oren geslagen. Ik zag trouwens dat, daar moest ik wel aan lachen, ook op, over social media gesproken. Tadic werd aangekondigd door de social media afdeling van Fenerbahçe. Die is nog niet helemaal op orde, hè? Nee. Was echt, dat zag maar er niet uit. Wel leuk dat ze ook gewoon Tadich on fire... Ja, dat hadden ze ook even gebruikt. Maar de, het, het geluid liep er nog zo helemaal overheen. En toen zag je Tadich daar ja, zo... Ja, maar wij zijn producer heen gewend. Dan valt het gauw tegen. Ja, 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 ja precies. Maar ja, Fenerbahce dus uiteindelijk uh, geworden. Ja. Ja, ja bijzonder. Ik, ik vind dit toch wel een hele grote nederlaag uh, voor Ajax. Dat je zo'n speler... En hij heeft niet zijn allerbeste seizoen gehad. Maar ja, er wordt een... een in de, Persoon van Sven Mislint had een data Duitser aangesteld en ja, volgens mij heel veel betere data nee. dan, uh, dan Tadic de afgelopen jaren heeft gehad. Gewoon elk jaar de meest waardevolle speler van de Eredivisie qua doelpunten en assist. Die wordt gewoon aangesteld, heeft geen enkele Eredivisiewedstrijd gemist sinds zijn komst. Vier keer 34 wedstrijden gespeeld en in het afgebroken coronaseizoen alle 25 wedstrijden. Mm -hmm. Ja, dat zijn krankzinnige statistieken. En dan laat je zo'n speler gaan en het pijnlijke vind ik voor Ajax is dat in het onderhoud op donderdag. is gewoon heel duidelijk geworden dat de ambities van Tadic. die gewoon een absolute winnaar is, niet meer overeenkomen met die van Ajax. Daar is ook inzage gegeven in welke spelers hij wilde halen. Ja, en toen is Tadic voor zichzelf tot de conclusie gekomen. Dit wordt weer een tussenjaar. of weer een heel moeizaam jaar, laat ik het zo zeggen. Want ook in een tussenjaar kun je gewoon kampioen worden. Maar Tadić vond, uh, vond het beter om te gaan vertrekken. Ja, maar moet misschien dat ook niet even de tering naar de nering uh, zetten, plat gezegd, ook omdat je niet meer op die Champions League begroting kunt varen, omdat er nog geen spelers vertrokken waren. Ja, maar dat, dat weet je, dat ben ik op zich wel met je eens. Maar de kracht van Ajax juist de laatste jaren is geweest dat Overmars en Van der Sar het aandurfden om wel de portemonnee te trekken. Als jij gewoon tijdens de vakantie van Tadić contact houdt met je aanvoerder en al twijfel voelt. En je weet dat Xavi, of Xavi Simons, dat zou hij wel willen, ja. um, dat uh, Noah Lang gewoon in de markt is en een terugkeer naar de Eredivisie niet uitsluit. Als jij denkt dat daar iets weg gaat, dan moet je gewoon Noah Lang kopen. En die speelt nu in Eindhoven. En als je had gewoon had geweten dat daar iets weg zou gaan, dan had hij bij Ajax kunnen spelen. Ja. Dus het is allemaal wel leuk om te wachten tot het geld binnen is. Maar soms moet je gewoon vooruit investeren. Je kunt nu ook wachten op het geld van, uh, van Edson Alvarez. Misschien dat we daar ook die jingle er even in. Leuke le le ja, jingle, van hè? Uh, lekker zeg. Even voor het break. Want we hebben natuurlijk ook geen andere uh, sprekers, boven oh, ons leuk, twee. Hè? Ja. Gaat die wel of gaat die niet? Gaat die wel of gaat die niet? Gaat die wel of gaat die niet? Het is op mijn bares. Het is op mijn bares. Het is we vragen het nu aan Mike. Ja. Hij gaat. <lacht> <lacht> Voor de 28ste keer. Ja. Niet naar Dortmund. Ja, hij gaat naar West Ham United. Normaal gesproken. West Ham United pakt het anders aan dan Dortmund. Dortmund had een uh, akkoord op hoofdlijnen met Alvaris over uh, vijf seizoenen. Mm -hmm. Maar trok vervolgens uh, zelf de stekker uit de deal. Omdat er binnen de club toch wat uh, oneenigheid was. West Ham United wil eerst een akkoord bereiken met Ajax. En gaat daarna met Alvarez uh, om tafel. Waarbij wel aangetekend dat Alvarez wel een indicatie heeft gekregen. wat hij kan verdienen in Londen. En ja dat gaat geen enkel probleem opleveren. Alvarez trouwens, die de Gold, nou, zeggen, gold ja. Cup won. assist leverde aan de goal van Jiménez. Nou, als je ook nog assist gaat leveren, dan is hij hè, buiten gele kaart. 100 miljoen waard. Ja, maar gaat hij toch wel tegen de 40 gaan schurken? Ja, Ajax wil 40 miljoen. Kijk, Mislintat Tad die hoopt nog steeds op, op 50 miljoen. De 60 miljoen waartoe ze bereid waren te gaan uh, van, van Chelsea te krijgen. Ja. Nou, dat gaat hem natuurlijk niet lukken. Dus ik denk dat ze uiteindelijk zeer, zeer blij moeten zijn met 40 miljoen. En ik denk dat West Ham United dat uh, wel gaat betalen. Ja, goede club uh, voor Alvarez wellicht. Uh, maar uh, Gimenez zag ik dus de winnende goal maken in de finale van de Gold Cup. Had hij niet heel lang voor nodig hè? Had hij, hij was er net ingekomen en maakte meteen uh, na een mooie rush uh, de, de goal. Ja, toen dacht ik wel, ja, dat, dat is ook voor het oog van den wereld. Dus gaan er dan toch niet uh, wat clubs komen die denken, laten we die Jiménez even binnenharken. Ook ja. al wil zijn vriendin, uh, vindt het zo leuk op de kolsing. Hij staat er gigantisch goed op. Ja. Wat, wat ik hoorde in Engeland is dat echt niet normaal. En er wordt ook wel heel veel naar, naar geïnformeerd. Dat is geen concrete belangstelling, maar puur aftasten. Ja, en als hij in de Champions League gewoon ook uh, vier of vijf inschiet... Dan, uh, dan denk ik dat Feyenoord wel eens de absolute hoofdprijs voor ja. deze jongen kan gaan krijgen. En dan moet je misschien wel aan 40, 50, 60 miljoen gaan Er wordt trouwens ook nog een beetje gekeken naar, uh, ja, Danilo zit vooralsnog natuurlijk nog gewoon in Rotterdam. Maar Feyenoord, Ajax op zoek naar, uh, naar Spits. In Doefikas zag ik zelfs uh, in de media uh, verschijnen. Dat was dan bij Ajax. Dus de City dat moet mooie statistiek hebben, denk ik. Dat wel, maar ik heb even op internet gekeken. Dat is natuurlijk vooral het laatste seizoen dat hij het goed heeft gedaan. Ja, Nikos Maglas, weten we nog. Ja. Had ook hele goede statistieken. Ja, maar je, kijk, je moet je ook afvragen. Want er hebben bij Ajax allerlei namen gecircule, gecirculeerd. Ook voor de rechtsbenige centrale verdediger. En dan hoor je namen. En dan moet je ook niet vergeten dat Ajax een vervanger voor timber wil hebben. En ook iemand erachter. En dan moet je iemand hebben die genoegen neemt met een, rol op, een mogelijke rol op de reservebank. Ja. En je kan niet twee keer 20 miljoen uittrekken voor twee rechtsbenige centrale verdedigers. waarvan er één op de bank gaat zitten. Dus als namen, als Doofikas en zo vallen. Dat, daar is geen sprake van nog hoor. Maar als dat gebeurt, dan zal dat puur als tweede spits achterboden. Ja, want Bobby heeft natuurlijk het vertrouwen. Nu zullen we maar meteen even. Nou, ja? Oh, mag ik nog? Heb Zeker. Heb ja, je, je, nee, er is niemand anders, nee, Mike. Dus heb je, heb je ook een Jorge Sanchez uh, jingle? Nee. Kun je die maken? Gaat dan? Die wel of gaat hij niet? Jorge Sanchez. Gaat die? Nee. Oh nee, serieus? Nee, ik, ik denk, en dat zou denk ik ook heel verstandig zijn van Jorgen Sanchez, dat hij gewoon nog een jaar bij Ajax blijft. Hij mag weg bij die club. Maar Ajax is eigenlijk ook gek dat ze deze speler laten gaan. Ik moet zeggen, ik heb hem een paar keer gezien. Toen viel hij me ook in die wedstrijd, die speelde niet, niet heel erg mee. Alleen, ja, vergeet nou ook niet dat Alvarez in zijn eerste seizoen. Nou ja, we hebben het erover gehad. Ja, ik, toen was zijn familie ja. nog niet. Dus dat viel allemaal een Hoe beetje. Hoe zit tegen. dat met Sanchez dat dan? Dat weet ik niet. Daar moet ik hmm. eens naar nou vragen. Maar ook Lisandro Martinez kwam op de bank terecht. Dus Neres heeft gewoon het eerste jaar helemaal niet gespeeld. Dus nee. waarom zou Jorge Sanchez niet zijn kans kunnen pakken? Kijk, ik bedoel, het moet allemaal veel beter. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar om hem nu af te schrijven. En hij is gewoon volwaardig international van Mexico. He speelde hij alles bij de Gold Cup? Ik heb, ik, dat ik moet niet zeggen, ik heb de kregen. opstelling van de finale nog niet gezien. Maar hij heeft op de Gold Cup wel heel veel gespeeld. Ja. Ik ga dat nog wel eventjes opsnorren. Overigens klopt dat gerucht dat Bessie ook daadwerkelijk weg... of dat het bedrag wat ze wilden hebben is geboden, 23 miljoen. En dat hij uiteindelijk dat IJssel niet kwijt wil? Ik zag dat ergens voorbij komen. Dat, dat er veel dat heb je natuurlijk zelf ook al vermeld. Ja, nou ja, ik, ik heb in een veel eerder stadium gemeld dat Brighton Hoofd in Elbion geïnteresseerd ja. was. Nu kwam dat bericht gereproduceerd terug. En dat klopte niet. Want Brighton heeft op dit moment gewoon geen belangstelling meer voor Bessie. Er is wel wat belangstelling. Maar ik denk dat Ajax er vooralsnog voor kiest om hem wel bij te houden. En de transfermarkt is nog lang. En als zich een mogelijkheid voordoet om hem voor 23 miljoen te verkopen... dan zullen ze daar echt wel heel serieus over nadenken. Ja. Maar vooralsnog, vooralsnog is daar geen sprake van. Hij stond uh, gewoon in de basis in de finale. Dus, uh, tegen het 90 minuten lastige, gespeeld? Uh, tegen het altijd lastige Panama. Ja, hij heeft 90 minuten, 90 minuten gespeeld. Als ik dat nee, zo denk, goed denk dat hij bijna alles 90 minuten heeft gespeeld. Ja, dus dat is wel... Uh... Kijk, en, en Dan kun je zeggen van de Gold Cup... dat is geen uh, uh, Copa Amerika of, of geen EK. Nou, ja. Nee, dat, dat klopt. Maar ja... Het is gewoon een groot, groot toernooi, uh, natuurlijk. Mexico is een groot voetballand en als je daar in de basis staat, dan ben je geen. Pannenkoek. Koekenbakker. Zo is het. Uh, Erik Hag, laten we die er nou maar even in gooien. Ik viel kwijt wel. Ik viel welkom. Dit is mijn home. We give too to Easy also way. Het eind over te. Till it's over. Wie is Chrissy? Ja, wat is daar veel aan de hand toch bij Man United? Maar te beginnen joh. Ja, Harry Maguire. El Capitano, die is uh, zijn band kwijt. Ja, ja. Kijk, ja, vol, volgens mij. En, en dit is ook onderdeel van het spel. Manchester United wilde hem verkopen. West Ham United was geïnteresseerd. En dan roep Maguire. Nee, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik wil gewoon blijven. En dan pak je zijn aanvoerdersband af. Dan probeer je hem toch naar de uitgang te duwen. Dan komt er een heel mooi statement van Maguire dat hij het verschrikkelijk vindt. En dan bedankt United hem nog een keer voor het aanvoerderschap... Allemaal... En dan verloop je er 60 miljoen euro verlies op of zo. Ja, ja dat kan me wel voorstellen. Maar het is wel ten hacht en voeten uit. Kijk, je houdt geen aanvoerder omdat hij de afgelopen jaren aanvoerder is geweest. Kijk, Ten Hacht zal dit seizoen nog veel meer zijn stempel op die ploeg gaan drukken ja. dan, hij, dan hij heeft gedaan. En dan is dit wel een logische stap. Ja, het is natuurlijk wel wenselijk dat je aanvoerder op het veld staat, uh, überhaupt. Uh, nou, de GA wordt... wie, wie denk jij, Casemiro? Dat denk ik. Ja, dat denk ik wel dat hij de. Of O'Nana. Nee, dat denk ik niet. Ik ook. Nee, nee, nee. dat is niet echt type aanvoerder, lijkt mij. Ja, nou het is eindelijk, eindelijk komen de clubs er ook uit. We melden op 7 juli al, dat uh, werd bevestigd destijds door zijn de zaakwaarnemer, dat, er, uh, dat, de club, of, uh, dat Onana en United eruit waren, mondeling. En ja, het heeft nog lang geduurd voordat de clubs eruit kwamen, maar ja. da daar lijkt het nu ook op. Dus hopelijk kan Onana snel naar Manchester vliegen om de, om de deal af te ronden, gekeurd te worden en gepresenteerd te worden. Ja, ja, en zo heeft Ten Hag ook zijn uh, gedroomde doelman uh, binnen, want de GA was natuurlijk toch wel wat meer kritiek opgekomen in uh, zijn uh, afgelopen seizoen. Zeker, daar is ook wel een raar spelletje mee gespeeld hoor, want die was een aanbieding gedaan, daar heeft hij lang over nagedacht, toen wilde hij hem accepteren, toen trok United hem in. En toen kwamen ze met een nog verslechterde ja. aanbieding en toen was hij alsnog weg. Ja, met Onana. We hebben het allemaal gezien in de Champions League. Je had gewoon een absolute topkeeper in huis. Ja, en uiteindelijk betaalt Man United dus iets van 60 miljoen voor hem. En Ajax heeft hem gewoon moeten laten gaan natuurlijk naar Inter. Ja, Ajax heeft hem ook wel gratis opgehaald bij Barcelona. En, en er ook heel veel plezier aan beleefd. Maar dat hadden ze natuurlijk wel anders kunnen oplossen. Daar hebben we het al Eerder vaker over gehad. gehad uh, Rashford die ook zijn contract uh, gaat verlengen. Of heeft verlengd uh, inmiddels. Ik weet, ik weet niet of Goelof uh, hem heel trots op je is. Nee, ik doe, doe ik, ga, ik het niet goed. Ik wil wat over Onana zeggen. Maar ga, ga Nee, je vertel. Gaan. Nee, dat, die, kijk, dat is een foutje geweest van Overmars en Ten Hagen. Die hebben natuurlijk gewoon heel erg veel heel goed gedaan. Alleen hem een contractaanbieding te doen... voor de helft van zijn salaris. Na nou die plaspilaffaire. Ze hadden hem gewoon heel flink nog een jaar moeten houden... Voor, met behoud van salaris. Hadden ze een som kunnen vragen. En dan uh, hadden ze waarschijnlijk een, een miljoentje of 10, 15 aan Onana. Had hij willen blijven in principe? Nou ja, als hem in eerste instantie onmiddellijk een goede aanbieding was gedaan. Ja. dan denk ik wel dat hij bijgetekend had. Ja. ja, dat plaspilletje van zijn vrouw inderdaad. En bijlo, trouwens, is dat dan nog een optie voor, uh, voor achter Onana, denk jij? Ja, dat zou kunnen. Ik, ik weet dat niet. Ik. Daar ben ik niet van op de hoogte. Nee, hoezo niet? Ben je daar niet van op de hoogte? Jij bent toch de wandelende zitten? Dit is, ja, zit is 0-20, hè? Oh, ja, nee, precies. Nou uh, zo, zo zijn we... Uh, hoe lang al bezig, producer Oh, nou. Had je nog iets? Ja, ik wil het wel even over uh, Tijani Reinders hebben. steekend hoor. Van Tijani Babagida natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, hij wordt wel eens verward met ACN, maar dat moet je niet doen. Nee, nee. <laughs> Maar Tidjani Reinders heeft een schitterende transfer naar, naar AC Milan afgedwongen. En dat is heel knap in één seizoen in de Eredivisie. Hij stond ook in de belangstelling van Ajax, maar dat was eigenlijk nog ja. voor de komst van, van Mislintat. Er was contact tussen Ajax en Reinders. Uh, hij gaat naar, naar Milaan. Hij vliegt vanavond, als het goed is, naar, naar Milaan toe. Wordt dinsdag gekeurd, mogelijk al gepresenteerd. En als het meezit, staat, ja. staat hij woensdag op het, op het trainingsveld. En. Ik moet wel zeggen, wat AZ aan het doen is, dat is wel heel erg knap. Ze halen in januari 2022 halen ze kerkers op voor een paar ja, miljoen bij Milan. Een prachtige speler. Ja. En die wordt nu waarschijnlijk ook voor een miljoen of 15 ja. verkocht. Dus AZ is een basis aan het leggen, een financiële basis voor de toekomst. Hun team onder 18. De win, Wit zei ook al van het. Onder 18, natuurlijk, goed uh, toernooi gewonnen. Ja. Win de Youth League. Ja. Dus ik, uh, ik kijk wel met heel veel respect naar AZ. En, en naar Max Huberts en Robert Eenhoorn. Want die, uh, die zijn die club wel echt uh, omhoog aan het sturen. Nee, de Wit zei volgens mij zelf ook al. Hè, dat de AZ natuurlijk toch een ingespeelde ploeg is nu. En uh, nu ze deze miljoenen nog kunnen investeren. Ja, in het dat, verrijken van de selectie. Dat is zo. Dan is in het verleden wel gebleken. Dat als er miljoenen bij, bij AZ binnenkomen. Dat ze niet als een gek ook gaan uitgeven. Dus dat zal ook met beleid gebeuren. Maar als je Reinders Tijani. Ja, niet, niet te ik met Etienne. Als je die gewoon uh, kwijtraakt en Kerkens kwijtraakt, ja. Ja, dat zijn toch wel flinke adelatingen. Maar ja, dat dacht je misschien van Wijndal ook uh, vorig seizoen. En dan uh, weet ze toch alweer een vervanger uh, klaar te staan. Ja, ja, ook een uh, dik compliment voor de scouting. Ja. Aan Zet, want als Wijndal weggaat en je komt met kerkers, gewoon een, met een betere speler terug. Dat is gewoon heel knap. Mag ik je nog met één ding pesten? Want er kwamen wat reacties uh, binnen. Ik zag zelfs een fotootje van Overmars op het, uh, op het trainingsveld. Ja. Uh, ik denk dat het goed is om dat even toe te lichten. Hè? Want je had natuurlijk in de vorige podcast gezegd... dat mislind dat ook veel op het veld uh, ja, zien is. En, en dan zie ik dingetjes voorbij komen. Op trainingskampen liep, liep Overmars inderdaad op of rond het trainingsveld. Maar dat is dan in een heel andere sfeer in Oostenrijk. Ik zag zelfs dat mensen 13 jaar, zo lang heeft Overmars er gezeten... Uh, hebben doorgespeurd om uh, toch een fotootje tegen te ja. komen... Van, van Overmars. Ik zag zelf foto's van Jaap Stam voorbij komen. En, ja, en, ook, ja. en Frank de Boer, ja, als je me daarmee om de ogen moet slaan, gefeliciteerd. Ja. Hartstikke nou leuk. Nou ja, waarvan acte toch? Nou ja, ik, kijk, bij Miss is het nu aan het begin van de voorbereiding gewoon consequent. En ook op het trainingsveld lopen tijdens trainingen. Dat deed Overmars niet. Nee. Dus iedereen weet wel wat ik bedoel, denk ik. Ja. Alleen. Nou ja, maar wat, er, wat je natuurlijk ook veel hoort bij Missing That, is die, die is dan natuurlijk net aangetreden. En die valt natuurlijk ook in een lastige positie bij die club binnen. Uh, waarin die natuurlijk uh, zijn stempel uh, wil gaan, uh, gaan drukken. Ja, maar, to, maar, maar toch is het wel verstandiger om iets breder te gaan kijken. Wat je heel erg hoort, en dat heb ik vorige keer ook gezegd. Hendricks en hij, die runnen daar de hele boel. Die zetten daarmee ook heel veel kwaad bloed bij leden, bij heel veel mensen binnen de club. En ja, dat, dat is gewoon niet heel verstandig om alleen, ja. alleen maar op Maurits Hendricks af te gaan. Dus ik denk dat ze wel wat meer draagvlak binnen die hele club moeten gaan creëren. Ja, kijken wat Wesley Sneijder kan gaan doen daar. Hebben nou we ja, dat, dat wordt, uh, wordt heel interessant. En Reiners hier gaat een uh, mooie, mooie, illustre Nederlandse spelers bij AC Milan achterna. Urbeer Manuelson ook natuurlijk, hè? Maar ja, Mark van Basten. Nijtschot nee, Jong, Klerkens Cederhoff. die, oh, die bedoel ah. die allemaal niet. Nee. nee, maar dat is een prachtige club ja, natuurlijk. Een, een club. Ik denk dat elke Nederlander ja. bij de naam AC Milan ook een heel goed gevoel heeft. Tot Mike, weer dankjewel. Vrijdag weer alleen. Marcel erbij. Dus, Kijk ze uh, aan. <laughs> Ik hoop niet dat het in koste gaat van de luisteraars. Nee, je hebt het nee. weer hartstikke goed gedaan. Uh, uh, dank en tot de volgende. Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.